Hop, 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 hop. Dit zou je dus op het open vuur, wat ik zei, hè, kun je ze helemaal blakeren. Dan haal die buitenste bladeren eraf en dan heb je ook een beetje die rooksmaak eraan. Zout altijd zo, hè? Nooit zo, altijd hoog en gaan. En als je knoeit, dan heb je het goed gedaan. Hop, 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 hop. Ik heb bijvoorbeeld een tekening die hij van me gemaakt heeft, jaren geleden heb ik bewaard. Ja, echt, echt Hugo-stijl, hè? En we hebben eigenlijk... Wat was dat voor tekening dan? Ja, van mijn gezicht. Hij zei, zelfs op de tekening ben je nog lelijk, kun je nagaan, hè? Dus... Hij brengt de humor in koken. Humor en passie. Kijk, technisch kan iedere leraar dit. Maar hij kan echt motiveren en ja, de lol. Hij zegt ook altijd, als je lekker kookt, nee, leuke mensen maken lekker eten, zure mensen maken zuur eten. Dus als je chagrijnig stond te koken, dan werd hij ook echt, dan nam je mee naar buiten. Zei, we gaan niet zuurste koken, wordt het eten zuur. Lak op je gezicht en gaan. Want je moet hem zien, hè? Een saus moet altijd iets hoger op smaak zijn. Je moet het niet als soep willen eten. Nee. Dus hij mag altijd iets hoger in de smaak zijn dan gewoon een gewone crème. Nee, maar kijk eens wat jij nou doet. Okay. Als jij zoiets vasthoudt en je bent afgeleid, ja, je vingers, dan snij je je vingers. Dus als je een kattenklauwtje maakt, dan kun je gewoon snijden. En als ik nou mee aan het praten ben en ik ben met mijn mes er tegenaan, tegen mijn vinger er niet af. Ja, maar jou ziet het zo makkelijk uit. Hè? Ja, maar, ze zijn vooral wel eager en dat zie je en dat is goed. Ze willen gewoon leren, ze willen dit vak uitoefenen. Nou, dat is het mooiste dat er is. Thank you.